De tafel van 7 volgens Wiswijs. 1 keer 7 is 7. We gaan nu uitrekenen wat 2 keer 7 is. Dat is het dubbele van 1 keer 7. Dus 7 erbij 7 en dat is 14. We gaan een stapje naar beneden. Dus verdubbelen. 2 keer 7 is 14. 4 keer 7 wordt dus 8. En 8. 20. We gaan weer een stapje naar beneden en dat betekent verdubbelen. 28 erbij 28 en dat is 56. We gaan naar 3 keer 7. 4 keer 7 is 28. 1 stapje terug betekent 7 eraf. 28 eraf 7 is 21. We gaan een stapje naar beneden en dat betekent verdubbelen. 6 keer 7 is dus 21 erbij 21 en dat is 42. We gaan nu 1 stap naar beneden. Dat betekent 7 erbij. 6 keer 7 was 42, erbij 7 is 49. We gaan naar 5 keer 7. 4 keer 7 is 28. Tel er maar 7 bij en dat wordt. 35. We gaan naar beneden en we gaan alweer verdubbelen. Het dubbelen van 35 is 70. Dus 10 keer 7 is 70. We gaan één stapje naar beneden en dat betekent eraf 7. 70 eraf 7 is 3 en 60.